Vandaag de dag. De grote dag. Ja, ja, vandaag dus de dag. Oh, nu die Max en die Bob in de kelder zitten. Kan niemand mij meer stoppen. Helemaal niemand. En zal het plan doorgaan. Het virus. Die Bob. Die leuke Bob, de dokter. Ook hij kan ons niet meer stoppen met zijn stomme tegengif. En zijn proces is bijna klaar. Hij is bijna één van ons. Dan is ook Bob bij ons. En dat is nog maar het begin. Want dit is de dag dat wij gaan overwinnen. Het hart is nu groot genoeg om de hele stad tot zich te nemen. Sterk genoeg om niet meer verslagen te kunnen worden. Ik zal zo naar het hart gaan van het virus om daar het proces aan te zetten, waardoor het niet meer te stoppen is. Het versnellingsproces, zodat echt niks meer ons kan stoppen. En dan zal ik naar die Max gaan om te laten zien wat er met zijn stomme stadje gaat gebeuren. En dan is alles voorbij. Het virus, oh. Mijn creatie, mijn einddoel, mijn alles. Hierdoor zal alles van mij worden. Maar dan nog één laatste ding. Jij daar, bewaker, hier komen. Al die momenten, hier heb je op gewacht. Jij gaat vandaag de wereld redden. En jij zorgt ervoor dat alles, maar dan ook echt alles, echt helemaal perfect loopt. Heb je dat begrepen? Ga maar op de rand staan. Blijf naar voren kijken. Volg mijn orders op. Je hebt hiervoor getraind. Ik heb je hiervoor getraind. Je gaat zometeen geofferd worden. Maar dan zal het virus je accepteren. En zal het virus zich verspreiden op een manier dat niks meer in de weg zal zitten. Ik wil je bedanken voor je service. En bedankt voor alles. Mij nog stoppen. Alles wordt van mij. Door met het volgende. Bewaker! We kunnen dit hart nu zo mooi, zo prachtig beheersen. Zet het uit en ik ga Max laten zien dat dit wat ooit van hem was, nu van mij zal zijn. Maar hij mag het niet zien. Hij mag niet zien waar wij mee werken. Dus zet het uit en ik ga hem halen. Heerlijk om te zien dat mijn plan werkt. Maar dan nu. Eerst die Max ophalen. Eindelijk en nu op weg naar die kerkers. Jij bent al van mij. En we hebben nu meer. We hebben veel meer. En straks hebben we nog meer. Ik heb zin om echt over alles te heersen. En we zijn zo dichtbij, jongens. Ah, de lucht is ook alweer normaal. Dat is mooi. Dan kan die Max niet zien waar wij helemaal mee werken. Goed, nou. Ga kijken of die Max al wel wakker is. En nu die Bob ook van mij is. Zijn kennis en mijn kennis bij elkaar. Oh,
Dat is een topduo. Nou, gaan we eens kijken. Waar zijn ze? Heel graag te leven. En dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus daar moesten we wat op verzinnen. Daar moet ik wat geld starten. Dat snap ik. Maar het virus is, het druipt hier overal. Weet ik voor wat allemaal. Maar ik heb een idee, Bob. Daarvoor moeten we wel samenwerken. Oh, wat gebeurt er met je? Oh mijn god, Bob, rustig. Daarvoor moeten wij samenwerken. En dan gaan we samen ontsnappen. En dan... denken we een plan. Kijk, die Bob. Het virus heeft hem eindelijk bereikt. Eindelijk, en niks kan dat dus ook nog stoppen. Hij zal volledig onder mijn controle zijn. En kijk, die Max is bang zijn. Nou, laat ik die Bob maar eens weghalen dan. En laat ik Max mee naar boven nemen om het ultieme te laten zien. Bob! Oh mijn god, volgens mij is Bob zijn brein officieel overgenomen, jongens. Ik denk dat Bob klaar is. Het virus... oh mijn god. Oh mijn god, het is donker. Ja, het virus heeft hem te pakken. Oh jee, wat is er gebeurd? Oh mijn god, jongens. Ik weet niet wat ik moet. Het is zo duister hier. Oké, we gaan proberen Bob nog te redden. Bob, hoor je me nog? Bob? Oh mijn god, jij bent geen Bob. Nee. Jee. Loop jij maar eventjes mee. Jongens, dit is echt... ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Wat ga je nu met mij doen? Van alles. Van alles? Hetzelfde als Bob, als Frank, als de rest. Nee, oprecht. Nee, dan ga ik liever weg. Kan je me niet gewoon wegsturen? Dan accepteer ik. Dan mag je het allemaal hebben. Dan ga ik wel, leef ik wel op het platteland of zo. Nee, dan ben je de rest. En dat wil ik helemaal niet. Hallo? Sorry dat ik stoor. Huh? Fred? Wat is dit nou weer? Fred, wat doe jij hier? Hallo, Fred, Max. Je bent ongedeerd. Oh mijn god, wat doe je daar? Laten die bewakers je er niet langs? Ik heb hier zo geen zin in. Nee, dat ja, op zich, ik misschien nee, enigszins ik mag wel. Er niet langs, maar ik wil naar mijn kamer. Oh, Frederik, kom op, je moet wel voor je gasten zorgen, hè? Nee, ik heb die kamer gegeven, oké. Blijf hier staan, ten koste van alles. Als je dat niet doet, dan zal ik zwaaien. Nee, dat zal... Dan zal je zwaaien, ja, dan zwaaien we tot ziens. Wat dacht je daarvan? Nee, moment. Ik kom er zo aan. Tot zo, Max. Tot zo, Fred. Nou kom, stomblik staal. We gaan. Hup, naar die kamer van je. Wat was er nou mis met die kamer van je? Ik heb je een kamer gegeven, maar je komt er dus weer niet in. Hé, wat zeg dan? Nou, het is heel vervelend, maar het is zo dat ik mijn kamer niet meer in mag, want ze zeggen nee. Nee. Maar geef ze ook een reden of wat is er aan de hand? Nou, kijk, er staat gewoon kamer, Fred. Want dat is groen en ik hou van groen. Want je raadt het al, ik ben Fred. Ja, dat weet ik. Maar wat is nou het probleem? Want ik snap het nog steeds niet. Ze zeggen dat ik niet mijn kamer binnen mag. En dat ik hier niet meer mag komen. Ja, maar weet je wat het is, Fred? Wij hebben de regels aangescherpt. Iedereen in dit kasteel, dus ook jij, zal huur moeten betalen. En dan pas mag jij je kamer binnen. Huur? Dat ken ik niet. Ik ken alleen groen. Ik hoef geen huur te betalen of post te openen. Dat doe ik nooit. En ik heb paniek. Ik moet mijn kamer in, want ik moet mij klaar gaan maken. Waarvoor moet je je klaar gaan maken? Wat moet jij nou weer doen? Je bent een stuk... metaal. Ik heb een date met Fiona en dat vind ik spannend en ik wil er perfect uitzien, want zij is zo mooi glimmend metaal en ik vind haar lief en slim en ze weet alles van mij. Maar dat komt misschien omdat ik haar ook heb geprogrammeerd. Maakt niet uit, ik ben blij met haar. Ik weet niet zo goed wat ik hier moet zeggen. Ik heb hier helemaal geen tijd voor, Fred. Ga jij je maar klaarmaken. Voor deze dag mag jij 1 huurdag minder betalen. Oh, dankjewel. Dat gaat mij heel erg helpen met mijn mooie date. Ik ga terug naar die Max en ik hoop maar voor hem, maar ook voor jou, dat hij niet weg is. Hij mag naar binnen. Oh, dankjewel. Nu gaat het allemaal lukken. Ik zorg dat het groen blijft. Haha, doei. Waar waren we gebleven? Oké. Waar ben je? Hij is toch ontsnapt, oh.
Maar maakt niet uit. Het plan is nu al zover. Ook hij kan ons niet meer stoppen. Dan ga ik maar verder. Zo, nee, Fred, hallo. Ik ga jou niet opofferen, zodat het... Dan gaan we liever met z'n allen dood dan dat ik jou opoffer om het virus te bestrijden. Dat jij die hendel overhoudt en dat jij dan doodgaat. Weet je, dat gaan we niet doen. Waarom niet? Nou, dan ben ik je kwijt. Ik ben je al eens kwijt geweest en dat ga ik niet nog een keer laten gebeuren. Ja, maar waarom? Maar waarom wat? Ja, ik... Fred, dan ga je... Ik kan de wereld redden. Ik snap dat je de wereld kan redden. Dan ben ik super Fred. Ik ben gemaakt om mensen te helpen. En ja. Ik vind het fijn om wat te doen voor jou. Ik heb een leuke tijd gehad in deze stad. Ik kreeg alles wat ik wilde. En nou doe ik wat terug voor jou. Ik hou van groen. En dit is hoe ik de wereld groener dan groen krijg. En misschien ben ik... Zodanig robot dat ik nog wel overleef. Fred, blijf staan. Was mijn allerbeste vriend. Maar Fred, doe nou niet zo. Ik vond het fijn. Doe nou niet zo, Fred. Alsjeblieft, ik smeek het je. Fred. Alsjeblieft, Fred, kijk me aan. Doe het niet. Oké. Jongens, het is allemaal zover. Nog 6 kleine uren en alles, maar dan ook echt alles, zal van ons zijn. Dan zal... Wat is dat? Dat zal vast die nutteloze poging zijn van de tegengeef van die pop. Dan moet ik naar dat hart. Ik moet het hart weer gaan aanzetten. En dan zal alsnog ons plan zegevieren. We zullen zien wat sterker is. Mijn virus, het supervirus of de tegengeef van pop.